Ik denk dat als jij een veilige plek wil bieden als school, dat je wel zeker moet weten dat, dat dit niet gebeurt op school en dat we het ook niet tolereren. Maandag heeft op het Visser het Hoofd een drugsonderzoek plaatsgevonden. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, afgelopen donderdag tijdens het spreekuur op het wijkagentenspreekuur in Rijnsburg kwamen er signalen binnen vanuit de wijk dat er gedeeld zou worden bij het Visser het Hoofd, buiten het Visser het Hoofd. En uiteindelijk heb ik contact gezocht met de directeur van het Visser om te kijken wat daar de signalen waren. En daarop hebben we uiteindelijk een plan van aanpak gemaakt. Maandag heeft op deze school een drugsonderzoek plaatsgevonden. Waarom was dat? We zijn in contact gekomen met de wijkagent hier en die heeft aangegeven, joh, weet je, er zijn een aantal meldingen uit de wijk waarin het vermoeden is dat er drugs werd gebruikt door de jongeren. En daar zijn we op ingespeeld, mede omdat wij als school een actief preventief beleid hebben. We hebben gezegd, ja, weet je, dan willen we ook zeker weten of dat wel of niet zo is. En zij hebben elkaar opgezocht om te kijken hoe we dit konden aanpakken. Uit het onderzoek is gekomen dat er geen drugs is aangetroffen, dus dat is ontzettend positief. Dat zegt niet dat het er niet is. En daar wil ik nogmaals dit signaal afgeven, dat drugs is gewoon een van de grootste problematieken binnen Nederland. En ik vind gewoon op het moment dat je het signaal binnenkrijgt dat er een drugsproblematiek is, moet je die genadeloos aanpakken. En dat hebben we denk ik met dit zeker gedaan. Hoe reageerden de jongeren op het onderzoek? Een beetje giechelig, een beetje wiebelend. Ze vonden het heel spannend. Ze wilden allemaal de hond aaien. Dat was een hele lieve hond. Dus Hunter is beroemd hier op school nu. En ik denk dat we Hunter vast nog wel een keer terug gaan zien. Maar wel allemaal goed moeten opletten dat we niet gaan aaien. Dus ze vonden het in principe prima. Ze vonden het goed. Er zijn goede reacties gekomen van de leerlingen en ouders. Ja.